Of ze bij Vitesse kampioen gaan worden en wat ze echt van meneer Jordania vinden, daar durft niemand zich in Arnhem aan te branden. Wel hebben ze een nieuw trainingscomplex. Enige minpuntje, er is geen bubbelbad. 3 jaar geleden hebben we allemaal heel hard gelachen toen meneer Jordania hier begon met zijn doelstellingen. En nou lijkt het toch een beetje zover te gaan komen. Nou, jullie denk ik niet alleen. En, kijk, het complex ja, biedt voorwaarden om straks ook echt bij die top te gaan horen. Ja, ik was hier ook niet op dat moment, dus ik heb ook wel gelachen. Dit was really... A little bit unbelievable what we decided. Wat is nou het geheim van meneer Jordania? In 3 jaar heeft hij zoveel bereikt met Vitesse. Hoe komt dat? Ja, hij doet het fantastisch. Eerlijk is eerlijk. Moest je nou lachen? Nee, omdat het ongelooflijk is eigenlijk wat je hier in 3 jaar hebt neergezet. Ja, hij heeft natuurlijk wel geïnvesteerd in Vitesse. Dus in de club, maar in spelers, in de accommodatie. En... Nou, toch vooral om de centjes dan? Ja, misschien wel. Ik zou niet weten, ik ken hem niet. Is toch een beetje, geld is toch een beetje het geheim, of mogen we dat niet zeggen? Oh, jij mag volgens mij alles zeggen, ik mag ook alles zeggen. Maar geld, dat doet een hoop natuurlijk. Ja, yeah, nothing. I think just love for football. Het belangrijkste aan zo'n complex is natuurlijk het bubbelbad. Heb je dat getest? We hebben geen bubbelbad. Wat zeg je nou? Nee. Ik sprak net even met Theo, die klaagde toch een beetje dat er in dit complex geen bubbelbad zat. Ja, dat klopt. Ja, maar dat komt nog, denk ik. Oh, dat komt nog? Ja, maar... Het is nog niet af. Maar als er nou een kampioenstitel komt, dan kan hier toch nog wel even een bubbelbadje ingebouwd worden, denk ik. Oh, dan denk ik dat meneer Jordania wel, dan zal hij wel een badje neerzetten, denk ik.